Nou, er mag twee grote kolen hebben. Dus... Yes. We zijn bij Herenboer de Vlinderstrik. En vandaag is de dag van de uitgifte. Waar alle leden die lid zijn van de coöperatie hun groenten komen ophalen. Dus een wekelijks groentepakket. We zijn hier met 230 gezinnen lid om hier samen duurzaam voedsel te produceren. Mensen die willen lokaal voedsel, biologisch voedsel. En dat produceert onze boer voor ons. Op een gebied van 2 hectare worden niet alleen biologische groenten verbouwd. Er is ook natuurinclusieve veeteelt. Dat betekent dat de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. En dat zie je bij de varkens, die lopen eigenlijk jaar rond buiten. Zo ook de koeien. Alleen als het te nat wordt, gaan ze bij ons op stal. De kalfjes blijven bij de koe. En in de boomgaard verderop staan verschillende soorten bomen kriskras door elkaar. Om ziektes te voorkomen en om biodiversiteit te stimuleren. Ja, ik denk dat heel veel stadse mensen een beetje de voeling kwijt zijn met waar nou het eten vandaan komt. Dus de kinderen vragen... Waar komt de groente vandaan, zeggen ze, de supermarkt. En dat vinden wij dus belangrijk, dat mensen echt zien hoe het proces gaat. We leren zoveel van dat het ook helemaal niet zo makkelijk is om voedsel te produceren. En dat je met de natuur meeleeft en ook te maken hebt met tegenslagen. Ik kijk nu heel anders als het regent. Nou ben ik blij als het regent, want dan weet ik, de plantjes krijgen voldoende voeding binnen. De kans die je nu ligt, omdat je zo dicht langs het fietspad ligt, is dat er ook andere mensen mee in aanraking komen. En andere mensen geïnspireerd raken, doordat ze zien hoe je ook voedsel kan produceren. En ja, wat zal dat weer teweeg brengen voor volgende initiatieven?